Yo, leuk dat jullie allemaal kijken. Dit is een nieuwe vlog. We zijn hier bij het Vierkant. En er zijn binnen allemaal steentjes, zoals Hulpmiddelencentrum Leeuwarden. Die staat daar ergens. En die heeft ergens een scootmobiel rijden. Hebben jullie die scootmobiel gezien, jongens, of niet? Oké, we moeten even Simone roepen. Simone, kom eens eraan. Oké. Dus het gaat, er gaat wat gebeuren. Ik weet niet of Simone eraan gaat komen. Even kijken. Wat er gebeurt, dames en heren. Kijk, dat is heel mooi. Dit is onze Simone. En die komt met een toptijd, topsnelheid. Daar komt ze aan. Simone, blijf hier. Simone, hallo. Simone. Oh god, als dit maar goed gaat. Simone, waar ben je? Oké, ze rijdt nog net niet naar binnen. Maar wij gaan even snel naar binnen. Nou, Hulpmiddelencentrum Leeuwarden heeft dus die scootmobiel neergezet. Dit is ook een belangrijke mevrouw van de organisatie. Hallo. Vertel, wat ben je hier aan het doen? We hebben hier vandaag de dag van een informatiemarkt eigenlijk over comfortabel wonen. Ja, nu en in de toekomst. Ja, precies. Dus voor jong en oud. Ja. En het loopt eigenlijk best wel goed. Jij bent tevreden. Veel mensen binnen. Veel mensen binnen. Ja, enthousiaste reacties. En ik zie dat Simone nu gaat proberen om met de scootmobiel met Vierkant bliksem in te gaan. Oh, dus bliksem. Oké. Ja. Het Vierkant Ja, en hoe veilig de steentjes zijn. Ja, dat ook. Ja, het gaat over veilig wonen en dan gebeurt er dit, hè? Nee, maar heel goed. Ik ben benieuwd. We gaan het zo zien, hè? Ze komt er weer uit, hoor. Precies. Hey, maar goed, dankjewel. Ik ga snel binnenkijken. Oké, nou hier zie je van alles. Even kijken. Nou, dit zijn mensen van Stichting Steun en Steun. Dit zijn mensen van de woningbouwstichting. We hebben hier een stand. Nou, je ziet, er is hier van alles. Catering. Even kijken. Nou, ik ga niet iedereen filmen. Sommige mensen willen dat niet. Maar allemaal leuke steentjes. Nou, en iedereen is lekker aan het kletsen en aan het doen. En hartstikke mooi. Oh, dit is ook leuk trouwens. Kijk, hier is de stand van het jongerenwerk. En... even kijken, nou daar hebben we bijvoorbeeld Andrea, die net doet alsof ze de andere kant op kijkt. Maar wij vragen aan mensen, nou ja, aan jongeren ook, hoe zij wonen in Harlingen vinden en of ze vertrouwen hebben in de toekomst daarover. Dus leuke beurs, heel gezellig. En dan wilden we graag dat jullie laten zien en dan zien we jullie later. Tot de volgende keer. Doei!